Mijn naam is Robert-Jan Hidding en ik werk als verpleegkundige op de afdeling hartkatheterisatie. Na een aantal jaren hebben gewerkt als senior verpleegkundige binnen het ziekenhuis hier. Heb ik besloten om een keer een dag mee te kijken. Tijdens de dag meekijken trok me de specialistische zorg binnen de hartkatheterisatie mij heel erg aan. Vandaar dat ik gesolliciteerd heb en op den duur aangenomen ben. Als verpleegkundige bestaan mijn taken naast de zorg voor de patiënt onder andere uit het assisteren van de cardioloog tijdens de procedure. Naast een gewone coronair angiogram behandelen we ook patiënten bijvoorbeeld met een acuut infarct, maar ook patiënten met hartritmestoornissen, mensen die een pacemaker krijgen en patiënten die klepafwijkingen hebben. Hier op de hartkatheterisatie hebben wij verschillende ziektebeelden. En die verschillende ziektebeelden zorgen voor een eigen benadering. Wat ons werk dus na samenwerking met verschillende disciplines heel erg divers maakt. Ook het ontstaan van acute situaties maakt dat we elkaar blindelings moeten kunnen vinden en vertrouwen. Dat houdt in is dat wij als team erg professioneel zijn en een goede sfeer hebben binnen de HC. Mijn opleiding heb ik ook hier in het UMCG gevolgd. Na een week van inwerken mocht ik al gelijk aan tafel staan. En daardoor kreeg ik dus de ruimte om te leren en mij te ontwikkelen als professional. En dat vond ik echt top. Dat gaf mij een gevoel dat ik een onderdeel was van het team. Het team waar ik mee werk hier op de hartkatheterisatie is een leuk en gezellig team. We zijn met z'n allen heel erg enthousiast. We werken met z'n allen heel gezellig tijdens procedures. Dus iedereen zou het eigenlijk een keer moeten zien.